heeft het natuurlijk al in de titel kunnen lezen. Mercedes X-klasse. Maar als je hem zo ziet staan, dan zou je ook nog kunnen denken van... Is het misschien een Nissan Navara? Nou, had gekund. Want in de basis is deze Mercedes X-klasse namelijk een Nissan Navara. Zo'n Japanse pick-up. En doe je dan die achterklep dicht, dan is er geen twijfel over mogelijk dat dit een Mercedes is vanwege die ster. En op de kentekenplaat staat X-klasse. Dus dit is een Mercedes X-klasse. Ja, wat heeft Mercedes gedaan? Mercedes heeft gezegd, wij hebben de auto al uitgevonden. Iedereen heeft ons nagedaan. Nu heeft Nissan een pick-up, dus waarom pakken wij niet gewoon die pick-up? We hoeven hem niet zelf te ontwikkelen. Natuurlijk is het niet zo gegaan, maar Mercedes heeft wel gedacht van waar kunnen we nou synergy uithalen? Waar kunnen we nou samenwerken met een fabrikant die een product heeft dat wij niet hebben? Wat eigenlijk scheelt in ontwikkelingskosten? Nou, dat is in dit geval Nissan geweest. Mercedes werkt op meerdere vlakken samen met Renault-Nissan, de Alliantia. Onder andere die Smart Fortwo 4x4 samen met die Renault Twingo. De Infiniti Q30 is onderhouds de vorige generatie A-klasse. En in dit geval is het dan zo dat die Nissan Navara ook als Mercedes X-klasse wordt geleverd. Nu is het niet zo dat hier iemand gewoon even de logos eraf schroeft, nieuwe emblemen erop plakt en dan richting de Mercedes dealer in plaats van de Nissan dealer stuurt. Nee, deze auto is opnieuw naar de tekentafel gegaan en de designafdeling van de Mercedes-Benz die heeft nieuwe carrosseriepanelen mogen tekenen. En de heren, interieurdesigners, die hebben er ook voor gezorgd dat er een nieuw dashboard is gekomen voor, niet dit model, nee, voor de echte natuurlijk, hè. Voor de echte. Gewoon de schaal 1:1. Ja. Daar verbaas ik mij overigens nog steeds over, want als je in deze auto rijdt, we hebben hem natuurlijk als duurtester bij Autovisie, dan vraag ik mij altijd af, als die testrijders nou met zijn auto onderweg gaan, of zo'n designer, drinkt hij nooit tijdens het rijden, want een blikje kun je niet kwijt. Aflegruimte in het interieur, ja, ook minimaal. Je hebt eigenlijk op het dashboardkastje na helemaal geen bergruimte die je kan afsluiten. Natuurlijk kun je hier voor die achterruimte, terwijl dat de rolbar even losschiet, maar dat is, vertel ik je zo wel. Maar voor de laadruimte kun je wel een roldek bestellen of een, ja, gewoon een klep. Tip, ik zou die roldek nemen, dat is iets praktischer. Nou, ik liet al zien, hè. Deze die kan open. De deuren die kunnen ook open. Al bij de portieren motorkap zit vast. Maar wat wilde ik vertellen over die rolbar? Want waarom schiet die nou los? Nou, Mercedes levert dit schaalmodel in twee kleuren. Een witte en een zwarte. Hier staat zwarte type. En wat is hier dan afwijkend aan ten opzichte van die witte versie? Die witte versie die heeft op die laadbak dat roldek liggen. En die heeft dus geen rolbar achter. En vandaar dat die rolbar in de doos los wordt bijgeleverd. Moet je er even zelf op klikken. Ik heb dat natuurlijk weer niet heel mooi en soepeltjes gedaan. Maar er zijn meer verschillen hoor, tussen die witte en die zwarte. Want onder andere op die witte ontbreken de dakrails. En die heeft een ander wieldesign. Ja, hier liggen die multispaaks wielen onder. Maakt hem ook wat stoerder. Die treeplanken zorgt sowieso ervoor dat die auto wat stuurder overkomt. En hij heeft ook van die onderrij beschermingsplaten die op die witte uitgave weer niet zitten. Ik vind het een heel mooi model. Wat een heel goed en belangrijk detail is dat hij twee van die tankklepjes heeft. Ik noem het tankklepjes, want bij de ene gooi je er brandstof in en bij de ander de AdBlue. Dat heeft Nissan Mercedes heeft dat gescheiden, maar dat betekent wel dat er twee moeten zitten. Maar wat dan even iets is wat ik niet begrijp, is dat die uitlaat, die stopt net voor de achteras. Nou, ik heb onder een X-klasse gelegen en ja, de uitlaten lopen toch echt door tot het einde. Dus waarom deze schaalmodelfabrikant Noref er in deze uitvoering in de schaal 1:18 voor heeft gekozen om die uitlaat al voor de achterwielen te laten eindigen, dat is mijn raadsel. Als ik daar nog ooit achter kom, dan laat ik het u uiteraard zo snel mogelijk weten. Ja, een keurig model. Hij is ook best wel zwaar, vind ik. Hè? Als je hem vergelijkt met een GT Spirit, is die sowieso
veel zwaarder. Maar hij is wel aan het gewicht. Hij heeft natuurlijk ook met die scharnieren te maken. Hè, van die deuren die open en dicht kunnen. En hij is wel van een solide materiaal vervaardigd. Nou, wat ik al zei, hè, Noref is de fabrikant van het schaalmodel. Schaal 1 op 18. Ik vind het een heel mooi exemplaar. En kijk goed als je hem tegenkomt. Als je naar op zoek gaat, welke kleur je neemt. Wat ik al zei, hè. Er zijn verschillen. Kijk even welke jij het mooiste vindt. Welke vind jij passen bij de rest in jouw vitrinekast. Of vind je gewoon de mooiste luxe uitvoering.